Het is natuurlijk geweldig als je een mooi vakantiehuis in Frankrijk hebt of een leuk appartementje in Istanbul terwijl je in Nederland woont. Heerlijk af en toe daarheen, lekker genieten van de zon en als je weer terug bent in Nederland dan verhuur je die woning. Maar wist je dat je je buitenlandse woning moet opgeven in die Nederlandse belastingaangifte? Ja, je hoort het goed. Het maakt niet uit of je vastgoed hebt in Frankrijk, Marokko, Spanje, Portugal, Italië, Iran of waar dan ook. Een huis, een stuk grond, een ander vastgoed, het hoort allemaal bij je bezittingen in box 3. En je moet de waarde daarvan opgeven in je jaarlijkse belastingaangifte. Even voor de volledigheid. Het gaat hier om de waarde in het economisch verkeer in onbewoonde staat met pijldatum 1 januari van het belastingjaar. Het gaat hier niet om de aankoopwaarde. En wees gerust als je niet wist dat je je buitenlands huis moet opgeven, want je bent niet de enige. Veel mensen weten dit niet. Dus het is fijn dat je deze video nu bekijkt en wel op de hoogte bent. Maar nu komt het goede nieuws, want de Nederlandse Belastingdienst gaat jou geen dikke rekening sturen voor je huis in het buitenland. Dankzij belastingverdragen die Nederland heeft met andere landen of het besluit voorkoming dubbele belasting krijg je in die Nederlandse belastingaangifte een aftrek om dubbele belasting te voorkomen. In gewone mensentaal, als je de belastingaangifte goed invult. Dan betaal je in Nederland bijna geen belasting over dat prachtige buitenlandse eigendom van je. Ik zeg bewust bijna geen belasting, omdat er sinds 2017 de evenredigheidsmethode gebruikt wordt om de belasting te berekenen. En daardoor moet je soms een klein beetje belasting betalen. Soms, maar niet altijd. Dit houdt in dat de Nederlandse Belastingdienst een klein deel van de waarde van je buitenlands vastgoed belast. Afhankelijk van jouw persoonlijke situatie. Nog meer goed nieuws. Als je besluit om je buitenlands huis te verhuren, betaal je in Nederland geen belasting over de huurinkomsten. Maar let op: deze huurinkomsten kunnen natuurlijk wel belast zijn in het andere land, maar het hoeft niet. En misschien vraag je je nu af van: kan ik mijn buitenlandse hypotheekschuld ook in mijn Nederlandse belastingaangifte opgeven? Het antwoord daarop is ja, maar het is belangrijk om te weten dat de rente van de hypotheekschuld van je buitenlandse woning niet aftrekbaar is in die Nederlandse belastingaangifte. Want het gaat hier niet om het hoofdverblijf. Maar het opgeven van je hypotheekenschuld. heeft natuurlijk wel gevolgen voor de hoogte van je vermogen. En dat is eventueel van belang voor je recht op toeslagen. Bepaalde toeslagen, zoals het kindgebonden budget. de zorgtoeslag, maar ook de huurtoeslag. kennen namelijk een vermogensgrens. Deze vermogensgrens varieert per toeslag en per jaar. Als je veel vermogen hebt. Dan heb je geen recht op deze toeslagen. Dus het correct opgeven van je buitenlandse eigendommen kan hier een verschil maken. Goed om te weten, voor de kinderopvangtoeslag geldt er geen vermogensgrens. Dus je buitenlandse eigendommen hebben geen gevolgen voor de kinderopvangtoeslag. En dan nu een waarschuwing, want het niet opgeven van je buitenlandse eigendommen kan flinke consequenties hebben. Nederland wisselt steeds vaker informatie uit met andere landen, ook over vastgoed. En uiteindelijk zal deze informatie geheel automatisch uitgewisseld worden. Als de Belastingdienst ontdekt dat je vermogen verzwegen hebt, dan kunnen ze natuurlijk ook vragen stellen over hoe je dat vermogen hebt verkregen. Je hebt vastgoed in het buitenland niet opgegeven, en als je het had opgegeven, hoeft je geen belasting te betalen. Dus waarom zou je het niet opgeven? Was het misschien zwart geld? Dit kan leiden tot boetes en extra naheffingen. En er kan zelfs een strafrechtelijke vervolging ingesteld worden. Dus wees verstandig en geef alles correct op. Ik begrijp dat dit allemaal ingewikkeld kan klinken, maar maak je geen zorgen, je kan altijd hulp inschakelen. In de afgelopen jaren heb ik met diverse unieke situaties te maken gehad. Mensen met huizen in Marokko, Turkije, Spanje, Duitsland, Polen, Hongarije, noem maar op. Elke situatie is anders. Afhankelijk van het land waar het vastgoed zich bevindt. En het belastingverdrag dat Nederland met andere landen heeft. Maar ongeacht de locatie en de situatie blijft één ding hetzelfde. Door correct je belastingaangifte in te vullen of in te laten vullen en je buitenlands vastgoed op te geven, hoef je geen zorgen te maken over boetes, naheffingen en andere onaangename verrassingen.